Goedemorgen en welkom bij de Beam Kerkdienst. Elke zondagmorgen om 11 uur hebben wij hier dit moment op televisie en op YouTube. We zingen met elkaar liederen voor God. We horen inspirerende woorden. En we praten met elkaar in de chat. Nou, dat doen we vandaag ook. Als je vragen hebt over de dienst, over geloof, over het leven. Je kunt ze allemaal kwijt op youtube.com/eobeam. Ja, en we zingen dan dus altijd die liederen. En dat doen we niet alleen in de Beam Kerkdienst. Dat doen miljoenen kerken wereldwijd elke week. Maar waarom doen we dat eigenlijk? Daar gaat spreker Jannica van Barneveld het zo meteen met ons over hebben. Maar eerst dan dus die liederen. We blikken terug op hoogtepunten van de Beam Kerkdienst. Hier is de Beam Worship Band. This song of ours will rise.
Oh, how constant, how divine, this love of ours will rise, will rise. Mijn naam is Marije Bosma en voor deze BEAM Kerkdienst wil ik graag het liedje Thank You van Jesus Army aanvragen. De afgelopen weken waren voor mij best wel lastig, want ik had veel last van liefdesverdriet. Ongeveer 2 weken geleden ging mijn relatie van bijna 11 maanden uit. Daar was ik natuurlijk erg verdrietig over en ik had ook een leeg gevoel, want degene was er nog wel, maar was niet meer van mij en dat vond ik lastig om te beseffen. Wat me altijd heeft geholpen als ik verdrietig was, is het lied Thank You van Jesus Army. Dat lied heb ik ook de afgelopen 2 weken veel geluisterd. Dit lied beschrijft voor mij perfect wat ik tegen God zou willen zeggen in deze situatie. Een zin die ik mooi vind uit het liedje is Thank You for Saving Me. Dat betekent voor veel christenen natuurlijk ook voor mij bedankt dat u mij redde aan het kruis. Maar de afgelopen 2 weken betekende het voor mij vooral bedankt dat u mij hielp in deze lastige periode en dat u mij liet zien waar ik wel dankbaar voor ben. Ik heb namelijk misschien geen vriendje meer, maar ik heb wel mijn vriendinnen, mijn vrienden, mijn familie en een leuke hobby waar ik echt heel erg dankbaar voor ben. So many times you reached out to me. I turned my back 'cause I didn't think you had what I need. Now you're everything to me. I can't be without you, God, you're everything. I wanna say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me. And you brought these bones to life. I wanna say thank you. I was lost and you found me. Thank you for saving me from
unconditionally, God. You stood with open arms, but I ran away, 'cause I was scared of the pain that came with trust. But I came running back into your embrace, because I knew you'd still be there. You'd never leave me, God. I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. Say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. I don't deserve you, God. I don't deserve. Say you found me. I was dead inside, and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. Het jaar 2021 is in volle gang. En ik ben altijd heel blij omdat ik weet, ach, daar komt de lente, de zomer er weer aan. En misschien ben jij het nieuwe jaar ook wel met goede moed begonnen. En denk je, ach, dit jaar wordt alles beter. Maar ik weet helaas uit eigen ervaring dat elk nieuw jaar ook nieuwe uitdagingen heeft. En dat je helaas geen controle hebt over de dingen die jou overkomen. De dingen die gewoon gebeuren. En hoe gaan we dan om met die dingen? Die dingen die ons overkomen, die uitdagingen. Want ik denk dat we ons allemaal wel herkennen dat er plotseling opeens iets heftigs kan gebeuren in je leven. Iemand zegt iets of er gebeurt iets en je komt in een situatie die je volledig naar beneden kan halen. Je raakt dan opgeslokt in emoties, gevoelens, negatieve gedachten en terecht ook omdat iets heel heftig is. En je ziet dan even niet meer hoe komt dit ooit nog goed. Is er nog wel een uitweg? Herken je dat? Misschien wel wanneer je relatie opeens overgaat. Wanneer je ouders vertellen, we gaan uit elkaar. Of wanneer er een filmpje, video of foto van jou gedeeld wordt die niet gedeeld had moeten worden. Of wanneer je plotseling iemand verliest waar je zo ontzettend veel van houdt. En vandaag wil ik met jullie kijken naar een man in de Bijbel die zich daar volledig in herkent. En hij heeft er een lied over geschreven. Ja, een lied. In psalm 42 en 43. Want die twee die horen eigenlijk bij elkaar als één psalm. En zijn leven verandert ook, plotseling. Zijn hele volk, zijn gezin wordt opeens overvallen door de vijand. En de vijand neemt hun hele volk mee als gevangenen naar hun land. En daar zitten ze vast, in oorlogsgebied. Niet wetende of ze ooit nog naar huis kunnen, of het ooit nog goed komt. En de schrijver is radeloos. Hij is onrustig en hij is verdrietig. Hij verlangt naar huis. Maar hij verlangt vooral naar God. Hij wil even iets van God voelen. Iets van God horen. Maar het blijft stil. En de vijand maakt hem belachelijk. Nou, waar is je God nu dan? Komt die je niet redden? En hij verlangt naar God. Hij zegt, ik verlang meer naar God zoals een hert verlangt naar water. En hij smeekt eigenlijk God. God, wilt u voor mij knokken? Wilt u alstublieft ingrijpen? Maar God lijkt niet in te grijpen. Zijn situatie verandert niet.
En het kan zo zijn dat jij je op dit moment misschien wel precies zo voelt. Dat je ook denkt, God moet nu ingrijpen. Ik ben onrustig, ik ben verdrietig. God, alstublieft, laat zien welke kant ik op moet. Doe iets, want ik weet het even niet meer. Ik zie geen uitweg meer. Nou, dan wil ik je vandaag toch iets laten zien uit deze psalm. Want er gebeurt iets heel geks. In het begin van de psalm, in 42, kan de schrijver alleen nog maar naar beneden kijken, naar het probleem. Het komt nooit meer goed, God moet ingrijpen. Maar aan het einde van de psalm, in 43, is hij opeens super positief. En zegt hij, ja, door God ben ik blij. God is mijn rots. Wat is daar gebeurd? Ik bedoel, hij zit nog steeds gevangen in een ander land. Het is nog steeds hopeloos. En God heeft nog steeds niet ingegrepen. Wat is er dan veranderd? Wat? Nou, dat lezen we in het refrein van het lied. En in het refrein zegt hij dit. Hij zegt, wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Want eens zal ik hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt. Hij begint eigenlijk gewoon tegen zichzelf te praten. Tegen zijn eigen ziel. Je ziel is zeg maar alles wie je van binnen bent, wat je van binnen voelt. Alsof hij tegen zichzelf zegt, waarom ben je zo verdrietig? Waarom ben je onrustig? Ja, het is ellendig, maar kijk eens omhoog. Vestig je hoop op God. Alsof hij tegen zichzelf zegt, je moet niet alleen naar beneden kijken. Je moet naar boven kijken. En dan begint hij eigenlijk God te aanbidden. Eens zal ik u weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Want omdat hij de keuze maakt om naar boven te kijken, kan hij opeens de situatie van boven afzien. En ziet hij zijn leven door Gods ogen en ziet hij, oh ja, God ziet mij. Hij redt mij. Er is hoop, het zal weer goed komen. Ik zal weer dansen. Misschien denk jij wel, ja hallo, hoe kan ik God gaan aanbidden als ik me helemaal niet blij voel? Als mijn situatie super ingewikkeld is, hoe kan dat dan? Nou, in 2018 verliep mijn jaar opeens heel anders dan verwacht. Van de een op andere dag werd ik doodziek. Mijn lever stopte ermee. En binnen 2 weken lag ik op de intensive care aan de beademing. Ik ging dood. En ik werd gelukkig gered door een donorlever. Daar ben ik heel dankbaar voor. Maar de periode in het ziekenhuis was ontzettend zwaar. Ik had overal heel veel pijn. Overal slangen. Ik kon voorlopig niks zelf. Ik kon niet lopen. En ik had geen idee hoe mijn toekomst eruit zou zien. En ik bad naar God. Misschien ken je dat. Alsjeblieft, ik wil u even voelen. Of mag ik alsjeblieft iets horen van u? Maar het bleef stil. En ik dacht, hoe komt dit ooit nog goed? En een vriend van mij stuurde mij toen opeens een lied. Thy Will van Hilary Scott. En ik hoorde de bridge van het liedje. En het ging zo. I know you hear me. I know you see me, Lord. Your plans are for me. Goodness you have in store. En met dikke tranen over mijn wangen, ik weet nog zo goed, koos ik ervoor om het mee te zingen. Niet omdat ik me blij voelde, juist helemaal niet. Maar omdat ik dacht, ja, God is mijn God. En er veranderde iets. Niet mijn situatie, ik had nog steeds pijn. Maar ik veranderde. Omdat doordat ik dat meezong, zag ik opeens, oh ja, God ziet mij. Hij hoort mij, hij is goed, zijn plannen voor mij zijn goed. Hij heeft mij al gered toen hij stierf aan het kruis voor mij. Hij houdt mij vast. Hij zal mij nooit, nooit verlaten. Hij is bij mij. Altijd. Waarom aanbidden we God in de kerk? Waarom zingen we liederen over God, wie hij is bij BIEM, bij de BIEM kerkdienst? Is dat omdat we ons blij voelen? Nou, niet altijd. Is het omdat God het nodig heeft, omdat God er groter van wordt? Nee. Aanbidding is niet omdat God het nodig heeft.
God wil dat je hem aanbidt, omdat jij het nodig hebt. Jij hebt het zo nodig om naar boven te kijken. Om naar God te kijken. Midden in een moeilijke situatie heb je het nodig om te kijken. Om boven je situatie uit te kunnen kijken en te zien. Oh ja, God is goed. Hij houdt van mij. Hij heeft een plan met mijn leven. Ik weet niet hoe jouw jaar 2021 eruit gaat zien. Ik weet wel dat God je situatie niet altijd verandert. Dat hij ook niet altijd meteen ingrijpt. Maar ik weet wel dat jij een keuze hebt. Jij hebt een keuze om midden in je pijn, midden in je verdriet, toch te zingen. Jij hebt een keuze om hoe je ook voelt, toch naar boven te kijken. Om naar God te kijken. Misschien wel inclusief tranen, inclusief vragen, inclusief boosheid of twijfels, want die had ik ook. Maar dan zie je, als jij naar boven kijkt, dan zie je, mijn God is goed. Mijn God houdt van mij. Mijn God is een God die mij ziet en redt. Ja, als je niet alleen naar beneden kijkt, maar naar boven, naar God, dan zie je, God is erbij. Ik kijk naar u, want dan ben ik niet bang. Laat me zien, Heer, hoe u de dingen ziet. God, ik kijk naar u, want dan ben ik niet bang. Geef me wijsheid, u weet wat ik moet doen.
Halleluja, God regeert. Oh, halleluja, God regeert. Voor eeuwig en altijd. Want dan ben ik niet bang. Laat me zien, Heer, hoe u de dingen ziet. Wauw, Jannica, wat een mooi, maar ook heftig verhaal. Als je vertelt over hoe ontzettend ziek je was. Ja. En dat je dan toch, ik vind het wel heel bijzonder, dat je dat lied dan hoort en echt ervaart. En ook kiest bewust van... Dit is mijn anthem, dit aanbid ik. Ja. Ja. Wel bijzonder. Ja, op zo'n moment kan je ook haast niet anders. Nee. Maar het was gewoon echt zo'n lied wat dan precies verwoordt wat jij voelt en wat je nodig hebt. En dan, dan gaat dat. Ja. Muziek heeft ook een hele belangrijke rol op dat moment voor jou, maar ook in kerkdiensten, ook hier in de Beamkerkdienst. We doen bijna niet anders, hè? We zingen heel veel liederen. En dat is dus echt belangrijk. Dat is zo mooi dat je dat uitlegt, want ik kom al mijn hele leven in de kerk en ik ben helemaal geen zanger. Kijk, jij kan zingen. Ja. Ik heb niet echt iets met zingen. Dat is niet mijn manier van iets uiten. Nee. Dus ik vind dat soms ook lastig daardoor in kerkdiensten. Ja. Maar eigenlijk is het dus wel belangrijk om dat te doen, om te zingen. Ja, nou, ik denk dat je God kan aanbidden op heel veel verschillende manieren. Dus je kan het ook doen door naar muziek te luisteren dat over God gaat. Muziek die jij tof vindt. Door gedichten te schrijven of een verhaal te schrijven. Maar tegenwoordig kijken we natuurlijk ook vooral naar de kerk via een stream of zo. Ja. En dan ga je niet altijd mee zitten zingen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je echt de woorden goed naar binnen laat komen. Ook al zing je misschien alleen van binnen mee. Dat je toch echt ziet wat er gezongen wordt. En dat je daardoor merkt dat je verandert. Of dat je anders gaat kijken naar dingen. Dus het gaat niet om dat je het hardste zingt, maar wel dat je echt het lied ervaart. Ja. Tof, mooie boodschap. Dank je wel daarvoor. Ja. Zou jij tot slot met ons willen bidden? Ja, zeker. Liefdevolle Vader, dank u wel dat u altijd bij ons bent. Dat u een God bent die goed is. Die ons ziet en die ons redt. Dank u wel dat u ons aanbidding geeft. Zodat we niet meer alleen naar beneden hoeven te kijken. Maar dat we ook omhoog kunnen kijken. En de situatie vanuit uw ogen kunnen zien. Dank u wel, Vader, dat u ons al heeft gered. En dat u ons nooit verlaat. Amen. Amen. En ik vind het mooi ook wat je zegt, ook in deze rare coronatijd. Misschien wordt de lockdown wel weer verlengd. Ja. We weten dat we omhoog mogen kijken. Dankjewel dat je weer bij ons was deze morgen, Jannica. Graag gedaan. Volgende week zondag om 11 uur zijn we er weer. Dan hoop ik, jongens, vanuit een verwarmde studio gewoon weer in Hilversum. Dank voor het kijken. Tot volgende week. Doei doei. EO Beam is het grootste christelijke jongerenmerk van Nederland. En de Beam Kerkdienst en alle andere dingen die we doen, doen we 100% voor jou. En dat kan alleen maar als jij ons steunt. Word daarom lid op beam.nl/lid.